ze begon 8 jaar geleden als tieners. Stonden op festivals als Lowlands, Pinkpop, Ziget. En er is al een documentaire over de band gemaakt. Na de clubtour afgelopen maand verschijnt vrijdag hun allereerste live album. Live and Other Side. De Wolf, Pablo. Wij rekenden voor de uitzending even uit. Dit is ons 10e seizoen. Jullie kwamen in het 2e seizoen. Dus we kennen elkaar nu 8 jaar. Jullie kwamen elk seizoen wel een keer. En jullie waren toen nog middelbare scholieren. Jullie moesten toen nog vrij nemen van school, weet je nog, de eerste keer? Klopt, ja. Ik moest mijn laatste 4 lessen skippen. Nee, eerder nog. Ik heb denk de hele dag maar vrijgenomen. Zoiets. Maar in ieder geval, het was een onderwerp van gesprek. En de droom, jonge jongens nog, was om een band, band te blijven met succes. Geluk, man. Ja, toch wel aardig, hè. Gefeliciteerd. Ja, ik voel me wel heel oud als je zegt dat we al voor het 8e jaar hier komen. Ja, volgens mij zelfs 9e jaar dan. Ja, het zou 9e jaar kunnen zijn. Ja. Hoe oud ben je nu dan? 23. Maar je bent een kind, ben je nog. Dat is wel een machtig, man. Ik voel me oud. Even een klein stukje live. The Wolf live. Dat is te gek. Ja, en nu een beetje hier in ons. Jullie speelden net voor de uitzending nummer van 10 minuten, dacht ik, hè? Ja, ouderwets. Ja, we waren ineens weer bam, terug in 1972. Nu iets korter, hoe heet het nummer? Satilla number 3. Satilla number 3, The Wolf! She shakes the wind.